Ja, oké, laten we het heel snel over regen hebben. Dus regen is het systeem, als je bij brandstofmotoren, als je daar de gas dicht zet, dan gaat je motor afremmen, remmen op de motor, zoals dan ze zeggen. Afhankelijk van je type motor, dus zo'n tweecilinder gaat veel afremmen, een viercilinder gaat bijna niet afremmen, dus een zescilinder gaat al zeker niet meer veel afremmen. Dus dat hangt af van je motorconfiguratie en bij elektrische motorfietsen is dat softwarematig geïmplementeerd. En wat dan ze eigenlijk doen is, hebt u uw motor die ronddraait als je er stroom aan heeft. En als je de stroom, dus als je de gasgrendel, als je die dichtzet, dan geven geen stroom niet meer, maar uw wielen draaien nog rond. En dan gaan ze eigenlijk omdraaien, dan uw wielen uw motor aandrijven en dat je zo stroom genereert. Dat is regen. Dus dan gaat eigenlijk uw motor gebruikt worden, zoals de motor die in een windmolen zit, waar dat de wind dan die motor ronddraait. Hier is dan het feit dat je nog aan het rollen bent op de weg, wat die activeert. Bij zero, als je dat wilt veranderen, die regen, dan moet je eigenlijk gaan hem even live zetten. Je moet dat voor de zijstandaard even inklappen. En hier deze. Dan kan ik die rijmodi laten zien. Dus hij staat nu op mijn eigen modus, Hans. Als ik hier op die knop duw en ingedrukt hou, dan begint dat te pinken, zoals hij ziet. En als ik dan hier opzij beweeg, gelijk welke kant, dan zie je dat hij hier naar verschillende modi gaat. Dus eco, rein, mijn eigen modus terug en sport. Bij sport is er bijna geen regen. Bij street is tussen de twee. Bij eco heb je vrij veel regen. En dan bij rein is het ook ergens iets tussen de twee, als ik me niet vergis. Dus altijd afhankelijk van de rijmodus dat je kiest, verandert ook je regen. Je hebt geen andere mogelijkheid om je regen in te stellen. Wat je wel kunt doen, als je een specifieke eigen regen wilt instellen, kun je in de app een eigen rijmodus maken. Dus dat is wat ik hier heb als Hans. En als je dat in de app instelt, ik ga ondertussen terug de kill switch opzetten voor de zekerheid, dat ik hier niet per ongeluk vooruit vlieg. Maar in de app kun je dus die modus aanpassen en een aantal van, je hebt twee verschillende parameters die specifiek voor de regen bedoeld zijn. En je hebt er twee, de ene heet wat dan ze noemen de neutral regen, dus de neutrale regen, dat is als je gas geeft en je stopt met gas geven, op dat moment gaat de neutrale regen in gang schieten. Dus die kun je instellen, dat is gewoon met een slider in de app dat je van 0 tot 100% kunt instellen, dus hoeveel regen dat je wilt. En los van die regen kun je ook nog een regen instellen die afhankelijk is van als je deze hendel induwt, dan gaat er geen kill switch, maar een micro switch geactiveerd worden. En die activatie van die micro switch dient voor de activatie van het remlicht, maar wordt dus ook gebruikt door het systeem om de rem regen te activeren. Dus je kunt eigenlijk hier op de gashendel en hier op de remhendel afzonderlijke regen instellen. Zelf gebruik ik de regen op die remhendel het vaakst. En die heb ik ook het agressiefst gezet. Omdat die als grote voordeel heeft dat als je dit activeert, dat je remlicht ook geactiveerd wordt. Als je hier gewoon je gas lost, ja, dan wordt je remlicht niet geactiveerd. Dus dan zien de mensen niet dat je aan het stoppen bent. Terwijl hier bij je hendel wel. En je kunt ook perfect die remhendel een klein beetje induwen. Dat de remschijven daarvan voor, dat die nog niet geactiveerd wordt. Omdat er nog niet fysiek geremd wordt op de remschijven met de remblokjes. Maar dat je wel al met je regen aan het remmen zit. En je ziet trouwens daar in de reflectie ook mijn remlicht geactiveerd worden. Nu merk ik toevallig op. Dus ik gebruik dat vooral. Nu bij zero is het wel zo dat je altijd gelijk wat. Om echt volledig tot stilstand te komen, ga je altijd nog moeten remmen. En dan is het ook wel extra gemakkelijk als je deze hendel gebruikt. Dat als je toch nog volledig moet stoppen, dat je gewoon verder moet doortrekken om de fysieke remmen op de remschijven, de remblokjes op de remschijven te activeren. Dus dat is voor de zero. Bij de Energica is dat totaal anders geïmplementeerd. Natuurlijk, het regen gebeuren is hetzelfde. Het is ook daar is dan de ketting die de motor nog aandrijft omdat je aan het rollen bent. Dus dat is op zich hetzelfde, maar de manier waarop dat je het configureert is volledig anders. Bij de Energica heb je, ik ga hem ook even opstarten ondertussen. Je hebt diezelfde modusknop hier, maar je hebt naast die modusknop heb je ook nog op diezelfde. Ga je dat zien? Hier zit ook nog een knop. Deze.
Dat, bij de zero is dat denk ik de vier pinkers of zo. Het is iets in die zin. Maar hier dient dat om. En als ik ga even terug naar. Dus dat is de menu. Als ik daarop duw op die knop hier van achter. Ja, het zit er van achter in, maar geloof mij, je zit daar. Dan krijg ik dit menu. En op dit menu. Dan kun je zien dat aan die kant kan ik mijn rijmodus instellen. Hier uw rijmodus. En daar uw regen. Dus je kunt die twee afzonderlijk instellen. En als je hier diezelfde modusknop naar die kant beweegt, naar links. Dan gaat alles aan deze kant. Dus uw rijmodus hier aan die kant, die gaat veranderen. Dus dan kun je Eco Urban Rijn Sport. Dus die kunnen veranderen. En als je diezelfde knop naar die kant beweegt, dus zo. Dan gaat de andere optie daar, de regen, afzonderlijk wijzigen. Van off, low, medium, high. Dus je kunt eigenlijk altijd... Nu ben ik naar de andere kant aan het bewegen. Ik stond in urban medium, denk ik. Dat is hetgeen dat ik zelf het vaakst gebruik. Dus dat vind ik wel positief bij de Energica. Daar kun je de twee los van elkaar regelen. Bij de Zero ga je altijd van zodra je de rijmodus verandert, ook je regen veranderen. Hier is dat niet. Hier kun je de twee los van elkaar regelen. Wat ook anders is bij de Energica, is het altijd de regen op basis van uw gas dat je loslaat. Hier uw rem gaat niks doen met betrekking tot uw regen. Het is altijd op basis van de gas. Maar het is wel zo, dus het is ook maar één instelling dat je kiest. Het zijn niet twee afzonderlijke instellingen. Maar het is wel zo dat als je fel remt op regen, dat het remlicht ook automatisch geactiveerd wordt. Dus in dat opzicht is het wel veiliger geïmplementeerd om enkel die gasgrendel als regen te gebruiken eigenlijk. Dus ja, het zijn twee totaal verschillende systemen. Ik denk, interessant aan het Energica-systeem vind ik dat je het los van de rijmodus kunt kiezen. En interessant aan het Zero-systeem is dat je het op twee niveaus, dus op de hendel en op de gas kunt regelen. En ja, het is ook wel zo dat op de Energica kun je perfect alleen met de gasgrendel te lossen, dus alleen op regen, tot stilstand komen. Het is, ik vermoed dat het progressief geïmplementeerd is, dus dat hoe trager dat je rijdt, hoe meer dat de regen ook werkt, waardoor dat je ook echt tot stilstand komt. Bij de Zero moet je altijd nog je rem gebruiken hier. Bij de Energica kun je perfect puur op regen stoppen. Dat is ook wel een dikke plus voor de Energica.